Eerst naar jou, Lisette. In de kranten ook veel aandacht voor het leveren van de Leopard-tanks. Ja, Duitsland geeft andere landen dus toestemming om die tanks aan Oekraïne te gaan leveren. Bondskanselier Scholz die heeft goedkeuring gegeven om de voertuigen te verschepen naar Oekraïne. Ze gaan zelf ook tanks sturen. Het besluit is nog niet bevestigd, maar er is in ieder geval wel al heel erg veel aandacht voor. De Frankfurter Allgemeine die heeft een interview met onze premier, met Mark Rutte. En daarin legt hij uit dat, dat wij natuurlijk tanks hebben geleased. Wat betekent dat we ze kunnen kopen en dat we ze kunnen schenken. En hoe dat dan nu verder zal gaan, dat weten we nog niet. Maar hij heeft dus in ieder geval wel in een interview met de Frankfurter Allgemeine aangegeven dat dat de situatie is vanuit ons land. De Telegraaf die opent ook met dit nieuws. Daar staat te lezen: Duitse Leopard bevrijd. De Oekraïense president Zelensky heeft na maandenlang vragen eindelijk zijn zin gekregen. En Oekraïne is heel blij met de belofte, dat zei Zelensky in een eerste reactie. En daar gaan we later nog naar kijken. En het AD schrijft dat Oekraïne nu eindelijk toch zijn tanks krijgt. Duitsland zou minimaal een volledige compagnie van 14 tanks willen leveren. Op het slagveld zouden die tanks ervoor kunnen zorgen dat ze het verschil kunnen maken tegen het verouderde Russische materieel. Zo is in het AD te lezen. En de Volkskrant schrijft dat Duitsland koste wat het kost escalatie wil vermijden. En daarom was een eenzijdige Duitse stap ook geen optie. Het Duitse akkoord zou zijn gegeven nadat het Pentagon heeft toegezegd een aanzienlijk aantal Abrams-tanks naar het slagveld in Oekraïne te sturen. Dus die samenwerking met de Amerikanen die is wel heel erg belangrijk voor Duitsland. Zo concludeert de Volkskrant. En vanuit ons land waren er ook allerlei reacties te lezen op Twitter. Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD, schrijft bijvoorbeeld: toch nog sneller duidelijkheid dan verwacht. Duitsland neemt nu het juiste besluit. Ook belangrijk dat hiermee de westerse eenheid wordt hersteld. Katy Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zegt: eindelijk groen licht uit Duitsland voor het leveren van Leopard-tanks. Een belangrijk besluit van de Duitse regering. En ook Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, was al snel enthousiast op Twitter. En we hebben hem nu op dit moment op de Skype. Goedemorgen, meneer Paternotte. Goedemorgen, Lisette. Geen seconde te vroeg, zo schreef u. Leg eens uit. Ja, de Oekraïners vragen hier al heel lang om. En er zijn veel berichten dat Rusland bezig is met het voorbereiden van een nieuw voorjaarsoffensief. Eigenlijk precies zoals vorig jaar. Een nieuwe poging om Oekraïne een flinke slag toe te brengen. Dus dan hebben ze die tanks snel nodig. En daarom is het goed dat nu eindelijk Duitsland het besluit heeft genomen dat landen als Polen, Spanje, Finland, alle landen die willen helpen, dat ook mogen doen. Want daar was Duitse toestemming voor nodig. En nu is het zaak om te zorgen dat die tanks ook snel in Oekraïne komen. Ja, want wij... Precies, ja, want wij hebben dus 18 tanks van Duitsland geleased. En dat zou dus kunnen betekenen dat we ze kunnen kopen en dan vervolgens kunnen schenken. Er wordt nu dus nog naar gekeken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wanneer gaat die beslissing genomen worden? Want er is haast geboden. Zeker, is haast geboden. Dus ik hoop dat die beslissing inderdaad snel wordt genomen. Die 18 tanks, dat zijn er op zich niet heel veel. Er zijn de meeste landen hebben veel meer tanks die ze kunnen leveren. Maar ook die 18 kunnen natuurlijk helpen. Dus daar moet inderdaad heel snel een besluit over worden genomen. Is er al iets over gezegd? Gaat dat gebeuren in de ministerraad? Hoe staat dat ervoor? Ja, ik denk dat het besluit van Duitsland en het feit dat minister-president Rutte daar ook in een Duitse krant al wat over heeft gezegd, ook betekent dat daar nu volle aandacht voor is. En het is ook extra belangrijk omdat Oekraïne die tanks kan gebruiken, omdat Oekraïne veel open vlaktes heeft. En je met die tanks die ingegraven Russische stellingen zou kunnen doorbreken. Het is zaak dat Oekraïne deze oorlog kan winnen, want als Poetin de oorlog kan winnen, ja, dan zal hij niet ophouden bij Oekraïne. En daarom raakt dit aan de vrijheid van heel Europa. En ligt er dus ook een verantwoordelijkheid voor Nederland om niet alleen de vrijheid van de Oekraïners, maar ook die van heel Europa eigenlijk te helpen verdedigen. Bedankt voor de toelichting, meneer Paternotte. We horen Jan Paternotte zeggen, er is haast geboden, hè? Snel leveren. Hoe snel kan dat eigenlijk? Nou ja, er zal toch enkele weken overheen gaan, want dat moet allemaal logistiek. Hè? Je moet de tanks helemaal gereed maken voordat je ze verstuurt. Dus daar gaat even tijd overheen. Maar dan moet ik denken aan een week of 4, 5 of ja, langer. Dan moet je zeker aan gaan denken. Misschien wel aan enkele maanden voordat het zover is en alles bij elkaar komt. Maar dus in het voorjaar zou het daar dus nog helemaal misschien niet kunnen zijn? Nou ja, kijk, daarom elke dag telt, zoals meneer Paternotte dat ook aangeeft. Hè. Je wilt wel hebben dat het materieel er nu ook zo snel mogelijk komt. Dus hoe langer je wacht, hoe langer het ook duurt voordat ze pas aan het front kunnen zijn voor Oekraïne. Overigens moeten we dat ook afzetten tegen de dreigingsfactor. Ik heb nu begrepen uit de
inlichtingenkanalen van Oekraïne. Die schatten in dat als er een Russisch offensief gaat komen, hè, de eerste tekenen wijzen daarop dat ze aan het hergroeperen zijn, dan gaat dat pas laat in de lente en begin van de zomer plaatsvinden. Dus, dat zou betekenen dat we in ieder geval die tijd nog hebben. Maar ja, goed, elke dag telt in deze. Verderop in de uitzending praten we er.